Het conscienciejaar zit er bijna op. Met de meest uiteenlopende evenementen werd de voorbije maanden overal in Vlaanderen de 200ste verjaardag herdacht van de schrijver die zijn volk leerde lezen. Ook het Herman Terlinghuis in Beersel levert nu zijn bijdrage aan de feestvreugde met een opmerkelijke tentoonstelling. Het uitgangspunt was De Leeuw van Vlaanderen, het bekendste boek van Hendrik Conscience. Ik was ook zelf curieus, omdat ik niet zelf in België geboren en getogen ben, om een beetje meer te weten over de achtergrond, de leeuw van Vlaanderen. Hoe komt dat? Waar komt die vandaan? En dan ben ik dus een beetje gaan rechercheren en ik vond het best interessant. Nog geen antwoord op gekregen, maar het onderzoek zelf is eigenlijk ook het plezier van het geheel. Zo heb ik dus de leeuw opengetrokken naar een soort associatie van leeuwen die hier samenkomen. Onder meer de leeuw van Juda en de leeuw van Vlaanderen. De leeuw van Juda is een belangrijk Joods symbool. Het Herman Terlinghuis nodigde de Antwerpse kunstenaar Daniel von Weinberger uit om een ontmoeting te regelen tussen de leeuw van Vlaanderen en die van Zion, dat andere beloofde land. Ik heb direct een link gelegd tussen het geel en zwart van de Vlaamse leeuw en de Jodenster die de Joden hebben moeten dragen in de concentratiekampen. Ik heb geprobeerd van die Jodenster van de schande tot een Jodenster van de trots te maken en daar heb ik dan een leeuw in geplaatst. Hier is zo'n beetje mijn werktafel met alle materialen waar ik mee ben bezig geweest en mijn schetsboeken. Zo ziet mijn tafel er dus ook eigenlijk altijd uit. De streng chassidische Jood Daniel von Weinberger is een internationaal gereputeerde modeontwerper. Hij maakt extravagante juwelen van recuperatiemateriaal en hij is beeldend kunstenaar. Maar zelf maakt hij die opdeling niet. Hij beschouwt zichzelf veeleer als een soort homo universalis. De installatie die hij maakt voor het Herman Terlinghuis moet je dan ook zien als een totaal kunstwerk, met de leeuw in de hoofdrol. Avram, hoofdvader, dan heb je Isaac en Jacob. En Jacob had 12 zonen en een van die zonen heette Juda. En die wordt gesymboliseerd met een leeuw. En daar ben ik vanuit vertrokken om dus de Lion of Zion te maken, die dat weer dan te maken heeft met reggae. En snap je, dus alles zit allemaal zo, ja. Alles zit zo'n beetje met elkaar. En ook op een luchtige manier, het is allemaal niet te zwaar. Ik ben hier beginnen borduren. Daar heb ik, dat is een lap van 4 meter, waar ik dus eigenlijk, dat is heel symbolisch, maar ergens, het is mousseline, waar ik dus canvas heb gebruikt en waar ik met wol ben gaan borduren. Dat was eigenlijk de bedoeling van, dus eigenlijk zoals je het hier ziet, dat is dan eigenlijk een stola geworden voor mijn heilige Caroline. Hè. Ik heb dan de Vlaamse leeuw hierin gebruikt, ook op canvas. En dat is een kazuivel die ik heb gemaakt, heel Vlaams. Een Vlaamse kazuivel. Ik wil niemand tegen de schenen stompen. En ik denk ook dat er sommige mensen heel geschrokken waren over de doodskoppen. Maar als je die dan ziet, mijn schilderijtjes, is daar absoluut geen probleem mee. En mijn vrouw noemt ze ook de smiley. En ze zijn allemaal aan het lachen. Hè. Al de doodskopjes zijn eigenlijk allemaal aan het lachen. En van waar die doodskoppen? De doodskopjes, dat is ook eigenlijk een teken van leven. Hè? Het leven, de dood, Vlaming, de Jood, de concentratiekampen en de vierde leeuw. Maar ik ben ook een Joodse Vlaming. Ik bedoel, ik heb daar helemaal geen probleem mee, snap je? Mensen hebben problemen met Joden en ze hebben problemen met Vlamingen. En ik ben aan ze alle twee, maar ik heb daar geen probleem mee. Ik ben ook heel Vlaams opgevoed door mijn moeder. Omdat in de tijd, in de jaren 50 in Antwerpen, spraken de Joden allemaal Frans in Antwerpen. En dat was een klik. En mijn moeder heeft me altijd naar Vlaamse scholen gestuurd. Mijn grootmoeder is van Amsterdam. Nee, dus die heeft me altijd heel Vlaams opgevoed. Echt Vlaams.